Hoi, deze video gaat over combinatoriek en in het bijzonder over permutaties en combinaties. En uh, dat betekent dus dat je de hoeveelheid van iets wil uitrekenen in het algemeen. En in dit specifieke voorbeeld van permutaties heb je uh, zeven objecten. Hier uh, ja, zijn dat zo'n cirkeltjes met de eerste zeven letters van het alfabet erin. En je wil weten op hoeveel manieren. Je daar een volgorde van lengte 3 uit kan maken. Dus stel je hebt uh, drie posities vakant voor deze letters. En ja, hoeveel mogelijkheden heb ik dan? Nou, dat is eigenlijk redelijk recht toe-recht aan. Als je gaat kijken voor deze eerste positie, heb ik keuze uit nog uh, zeven mogelijkheden. Dus zeg dat ik hier de D uh, plaats. Dan uh, heb ik voor mijn volgende uh, nog maar, uh, dan is deze optie weggevallen. Dus dan, dan heb ik er nog maar zes over om uit te kiezen. Zeg dat het de, de g wordt. G. Daar had ik zes opties voor. En als de g ook weg is, ja, dan heb ik voor de laatste nog maar vijf opties over. En stel dat dat de c wordt, dan zijn we klaar. En uh, de volgorde is hier van belang. Dit is een volgorde. En uh, er zijn dus in totaal zeven keer zes keer vijf van dat soort uh, volgordes... Nou, dan kunnen we nog even uitrekenen wat eruit Het uitkomt. Dat is 30 keer 7 is 210. Uh, er is een notatie voor. Ik zeg het niet ook eens een volgorde, maar het officiële woord is permutatie. En de officiële notatie is 7p van permutatie 3. En dat is dus 7 keer 6 keer 5. En uh, ja, je ziet, dit heeft iets met faculteiten te maken. En je kunt het ook als faculteit schrijven. Dit is in feite uh, 7. Keer 6 keer 5 keer 4 keer 3 keer 2 keer 1. Waarbij ik ja, het, het restje heb weggedeeld. Dus ik heb die 4 keer 3 keer 2 keer 1 heb ik weggedeeld. Dus je zou kunnen zeggen: dit is gelijk aan 7 faculteit gedeeld door 4 faculteit. En waar komt die 4 nou vandaan? Ja, dat is precies het verschil van, uh, je ja, een permutatie van 3. En die 7, dus dat is die 7-3. Dus ik zou kunnen zeggen, dit is 7 faculteit gedeeld door 7-3 tussen haakjes faculteit. En ik kan dus ook vragen: van nou wat zijn dan de permutaties van uh, bijvoorbeeld 4 uh, uit 9? Dat is 4P9. En dan kan ik hetzelfde uh, trucje gebruiken. Dat is dan 9 uh, ja, keer 8 keer 7 keer 6. Uh, maar dat het is hetzelfde als 9 faculteit, gedeeld door 9 min 4 is 5 faculteit. Ja, dus dit is eigenlijk een verkorte manier om op te schrijven: 9 keer 8 keer 7 keer 6. En heel in het algemeen kan je een permutatie, als je n objecten hebt en je wil daar geordende rijtjes van maken van lengte k. Dan heb je dus de permutaties van lengte k uit n objecten, dat is npk. En dat is N faculteit gedeeld door N min K in het faculteit. Oké, okay, dan de combinaties. Dat is bijna hetzelfde verhaal. Laten we nu eens uh, weer zeven objecten hebben we. En uh, ja, laten we nou eens aannemen dat dat uh, zeven personen zijn. Abel, Boris, Chris, Dirk, Emmy. Frits. En uh, Gert. En dan is eigenlijk de vraag: op hoeveel manier kan ik daar een groepje van drie uit kiezen? Of laten we, ja, groepjes van drie. Een groepje van drie hieruit kiezen. Het verschil met net is dat voor een groepje doet de volgorde niet van belang. Dus om dat een beetje te symboliseren, maak ik hier een soort groepje. Waarin ik, uh, ja, drie, uh, waar ik drie personen in ga plaatsen. Dus uh, laten we zeggen, uh, ja, dan heb ik voor de eerste natuurlijk. Zeven keuzes, dat, uh, dat is Boris daar, dus dan ga je wel weer op dezelfde manier beginnen. Zeven keuzes. En voor de tweede, uh, laten we zeggen dat dat Frits was, heb ik dan nog zes keuzes over. En voor de laatste, laten we zeggen dat dat uh, Gert was, zo, had ik nog vijf keuzes. Waarom is dit nou niet het aantal groepjes? Omdat we groepjes dubbel geteld hebben. Want als ik in een iets andere volgorde had uh, gekozen en ik had uh, zo... Uh, hier uh, Frits gekozen, en daar uh, Boris, en hier uh, Gert. Dit is hetzelfde groepje, oftewel de volgorde is hier niet van belang. Volgorde niet van belang. Ja? En dat betekent dat we de mogelijke volgordes waarin we hadden kunnen kiezen, hier weer uit moeten delen. We hebben ze dus te veel gedaan. Bij elke keuze van B, G en F, zo, die hierin zit, heb ik eigenlijk nog zes mogelijke volgordes waarin ik dat had kunnen doen. He, B, G, F, B, F, G, G, B, F, G, F, B, F, etcetera. Ik, uh, het zijn er zes. Dus, en eigenlijk, waar komt dat vandaan? Dat is gewoon het aantal volgorde, allemaal permutaties van drie elementen. En dat is dan drie keer twee keer 2. 1. en dit dan noemen ze het aantal combinaties van 3 uit 7 en dat noteren ze 7c3, 7c3, dit kunnen we trouwens snel uitrekenen want hier in de noemer staat 6, 3 2 1 is 6 en in de teller staat ook 6, die vallen tegen elkaar weg, dit is uh, 35. Als je goed kijkt dan zie je in feite in de teller nog steeds de permutatie staan maar in de noemer komt er nog een extra deler bij. Dus wat is hier aan de hand? We hebben in feite uh, die 7C3 is uh, 7 faculteit gedeeld door. 3. Gedeeld door. Uh, die 4 faculteit die we al hadden. Behalve, dat is 7 keer 6 keer 5. Behalve dat we ook nog delen door 3 keer 2 keer 1. Dus we delen ook nog door 3 faculteit. En dat is. Typische vorm van een combinatie. Als ik vraag om het aantal combinaties van 4 uh, uit 9, negen, 9C4, negen dan is dat 9 faculteit gedeeld door 5 uh, faculteit keer 4 faculteit. Oké? Okay? En heel in het algemeen is NCK. Dus je raadt het eigenlijk al n faculteit gedeeld door k faculteit. Of ja, als ik het in dezelfde volgorde doe als net, dan is het dus n min k faculteit eerst en dan die k faculteit. Dus dat is uh, het aantal combinaties van n uit k, en dat wordt ook wel genoteerd als n boven k. Dus dat spreek je uit als n boven k. En wat hier staat is dus 7 boven 3, et cetera. 7 boven 3 is gewoon een andere notatie voor hetzelfde ding. En in het algemeen staat het dus voor het aantal manieren waarop ik 3 uit 7 objecten kan kiezen. Nou, permutaties, combinaties, daar wil ik het bij laten voor nu. En uh, succes daarmee.